Welkom bij Mystic Angel Raad en Tarot. Ik ben Arha. Dit is de maandelijkse reading voor de maand augustus 2022 voor de maagd. Ik heb de kaarten al gelegd en ga gelijk beginnen met de reading. De enige kaart voor de maagd is volg jouw hart. Het is niet nodig om een kuddedier te zijn. Doe wat goed voelt voor jou. Iedereen heeft een mening. Het is niet belangrijk. Iedereen heeft een mening, dat is niet belangrijk. Sta in je kracht en laat je niet onzeker maken door de ander. Volg jouw hart. Volg altijd jouw intuïtie in alles wat je doet, wat je zegt. In elke situatie volg gewoon jouw intuïtie. Volg je hart altijd. En de komende maand mag je gewoon meer je intuïtie gaan volgen. Ja? Daardoor zal je ook meer zelfvertrouwen krijgen. Dus hoe meer jij op je intuïtie vertrouwt en de dingen doet wat je intuïtie jou vertelt, zal jij zien dat alles ten positieve gaat veranderen. Dan heb ik als begeleidende kaart goddelijke timing. En die zegt, alles gebeurt op de goddelijke timing. Je kan niet zeggen van morgen zal ik in Thailand op reis gaan. Terwijl je het geld niet hebt. Dat kan niet. Alles zal op goddelijke timing gebeuren. Omdat het dan voor jou bedoeld is om te gaan. Snap je? Dus vraag je niet af waarom dingen niet zo snel gebeuren. Omdat jouw tijd er nog niet voor is. Ja? Dan heb ik hier balance. Dat betekent dat er een positieve verandering aan het komen is. Dat je meer in je kracht gaat zitten omdat jouw vrouwelijke en mannelijke weer één worden. Daardoor zal jij meer in je kracht zitten. Waardoor wat geblokkeerd was, Simply Love, dat gaat veranderen. Want dan ga je meer liefde krijgen voor je innerlijke kind. Maar ook zelfliefde zal er meer gaan plaatsvinden voor jou. Embrace. Je wordt begeleid om, hoe moet ik dat zeggen, in connectie te staan met het universum, maar ook met moeder aarde. Daarin word je begeleid en dan zal je zien dat je ook meer in je kracht gaat komen. Als jij jezelf meer gaat aarden, door te aarden, ook meer gaat mediteren. Zal je zien dat je meer in je kracht en in je element gaat komen. In het verleden, take the lead. In het verleden heb jij je passie gevolgd. En heb jij je leiderschapsrol op je genomen. Ga dat wat meer doen. Ja, en blijf dat ook doen. Want ook de opgestegen meesters helpen jou ook erbij. Het universum zegt. Refusing to see. Je probeert iets niet in te zien. Of je wilt het niet inzien. Je wilt iets niet inzien. Waardoor jouw keelchakra geblokkeerd wordt. Dus probeer toch ernaar te gaan kijken. Ga het desnoods voor jezelf opschrijven. Als jij niet kan communiceren. Of misschien dat jij met bepaalde dingen zit. Met iemand ermee zit. En dat je niet tegen diegene iets kan zeggen. Schrijf het op voor jezelf. Dan ben je jezelf ook aan het uiten. Waardoor jouw keelchakra toch nog weer open gaat. En nabije toekomst. Release. Je mag dingen meer gaan loslaten. Door meer los te laten. Ga je meer in kracht komen. En de engelen helpen jou daarbij. Coming together met werkkaart. Je gaat je werk met je hart doen, maar je gaat ook meer actie nemen in het werk, op werkvlak. Het kan zijn of het spiritueel werk is of wat de aardse werk is, maakt niet uit. Maar op werkvlak ga je het gewoon met je hart doen en je gaat meer in actie komen. En relatie en omgevingkaart is giving and receiving. Er gaat ook balans komen, dus ook in je relatie en omgeving gaat er meer balans komen in de liefde. Het geven en nemen, dat gaat in balans zijn voor jullie in de maand augustus. Flow. Go with the flow.
Hoe meer jij go with the flow, hoe meer jij in flow gaat, zal je zien dat je meer in je kracht komt. Omdat je emoties ook wat rustiger worden. Dus ga meer go with the flow. En zodat jij een nieuw begin kan maken en een bepaalde situaties kunnen eindigen. En dat er weer een nieuwe deur voor je open gaat. Ja? Dan heb ik hier daydreams and decisions. Je gaat bepaalde beslissingen maken om je dromen waar te maken. Dat kan je doen met meditatie, maar dat kan je ook gewoon door te doen door te luisteren naar je intuïtie. Zal jij zien dat jij de goede beslissing gaat nemen om jouw dromen waar te maken? Ja, dus of mediteren en er naar vragen, of gewoon door naar je intuïtie te luisteren om jouw dromen waar te maken. Dan heb ik hier win or lose. Ja, dit betekent dat er een positieve verandering gaat komen. Je innerlijke gevecht gaat tot stilstand komen. Dat jij weer rustig in je vel zit, rustig van binnen bent. En dat jij meer de dingen stap voor stap kan gaan nemen. Komen gewoon daardoor ook positieve veranderingen voor jou. De grote boodschapkaart is nummer 41. En dat is de amethyst. Amethyst. Transformatie. Zekerheid, vertrouwen. Er vindt op dit moment een diepe transformatie plaats in je leven. Na veel innerlijke huiswerk heb je alles nu weer op rails. Er verrijst een nieuwe jij, evenwichtig en met een gevoel van zelfvertrouwen. Je kunt met vertrouwen doorgaan. Het verleden ligt nu achter je. Het harde werk is gedaan. Wat je nog rest, is besluiten wat je echt wilt. Alles is mogelijk. Luister naar je hart. En ga niet voor een tweede keus. Stippel je route uit en ga ervoor. Wees overtuigd, heb vertrouwen en alles ligt voor het oprapen. Wat een zegeningen. Wauw, zeker weten wat een zegeningen. Affirmatie. Ik dank voor de transformatie en heling die plaats hebben gevonden. Ik ga door het leven met dankbaarheid. Ik ga door het leven met overtuiging. Ik ga door het leven met vertrouwen. Kijk hoor, of er nog een stukje is. Maar hij wil niet zo snel. Nee, dat was het. Ja, dus ja, je zit midden in een transformatie. Maar weet dat je met je zekerheid en zelfvertrouwen er gaat komen. Hoe meer jij naar je intuïtie gaat luisteren, hoe meer jij die zelfvertrouwen ook gaat krijgen. Dus ja, meer heb ik niet over te zeggen. Vertrouw gewoon op je intuïtie en volg je intuïtie in de maand augustus. Like, abonneer en laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Mocht je een van mijn diensten willen, die staat hieronder. En dan kan je via WhatsApp kan je dan even een berichtje sturen. Mocht je een van mijn diensten willen. Dan ga ik zo snel mogelijk een afspraak met je maken. Ja? Ja, en tot de volgende maand dan maar. Doeg!